De corona-lockdown. Laten we eerlijk zijn, nog niet echt. We mogen nog buiten komen. Met mijn radioprogramma op Top Radio Vlaanderen verneem ik hoe de situatie in Spanje en Ibiza is. En ik zie ook hoeveel mensen digitaal naar mij luisteren op zondagavond. En dat is vrij positief. In Spanje kan je zelfs niet gaan wandelen in het park of gaan joggen. De ophokplicht is daar een feit. En oké, toegegeven, het begint al te wegen. Ik werk in de digitale sector en het is best vrij druk. Nieuwe technieken uitzoeken, videoconferencing, digitale apps uittesten. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik zie hoe Vlamingen nu eindelijk door omstandigheden de stap zetten naar de digitale transformatie. En het is alsof we in een scenario meedraaien van een slechte Outbreak film. Vinden jullie dat ook niet? Het is zo surreëel, zo ervaar ik het. Je hebt vat, maar toch niet. En als je de stroom van berichten leest, de doden in Italië, in Spanje, het hakt er wel in en het blijft wel hangen. En dan lees je de economische gevolgen, de financiële impact bij bedrijven en gezinnen. Nu, ik ga hier niet vertellen wat jullie weten en aanvoelen. Dit is heavy shit. We voelen er ons niet goed bij. We worden sociaal geamputeerd. En weet je wat ik het ergste mis? Dat sociaal-fysieke contact, een knuffel, een omhelzing, een zoen. Bedenk het maar. En ik denk dat ik niet de enige zal zijn. Positief bekeken, ik stel vast wie wel en niet belangrijk aanwezig is in mijn leven. In tijden van crisis krijg je een filtering. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En ik zou kritiek kunnen geven, beste vrienden, op beslissingen van de overheid of hoe asociale, domme mensen zich gedragen, toch in je nek kuchen of hamsteren met wc-papier. In crisissen ervaar je helaas de domheid van bepaalde mensen en die vormen nu net een gevaar voor de gezondheid van anderen. Dus ik roep even op, doe dat niet. Eerst waren het de 70-plussers, dan de 60-plussers en nu de 40-plussers als slachtoffer van het coronavirus. Er bekruipt mij dikwijls een gevoel van, weten we echt alles wel? In een crisis wil je als overheid paniek vermijden, dus kan ik me inbeelden dat bepaalde zaken niet verteld worden om de rust te bewaren. De staat doet wat de staat denkt te doen. En het wrange als uberdemocraat is, we zijn nu overgeleverd aan een overheid die onze vrijheden afneemt, omdat het moet. Ik begrijp het wel, maar laat dat nu net voor mij het moeilijkste zijn. Geen vrijheden meer. Zoals jullie weten ben ik altijd kritisch geweest voor de staat en nu moet ik en jullie vertrouwen op diezelfde staat. Dat is een moeilijke. Wij burgers willen twee belangrijke zaken in ons leven. Veiligheid en vrijheid. Elke dag verandert de informatiestroom. Elke dag lijkt een verstrenging op komst. Dat zorgt voor twijfels en onduidelijkheid. En dat is killing. Onduidelijkheid is iets waar ik als mens niet mee om kan. En velen onder jullie. Laten we samen dus sterk zijn. Dat is waar. En samen waken over hoe onze overheid nu voor één keer zich kan bewijzen. Hoe een overheid ons vertrouwen kan winnen. De politieke regeringsspelletjes van de afgelopen weken waren zum kotsen. Dus een foute zet. Niet fijn. Wantrouwen. Maar ik zie ook heel veel positieve evoluties. Mensen komen samen, digitaal, verzinnen van alles om toch samen te kunnen zijn. Wandelen, bellen, chatten, videogesprekken. En dat, nu net dat, geeft mij een positieve vibe. De warmte van de vriendschappen, van echte liefde tussen mensen. Want zoals in alles, echte liefde bewijst zich enkel tijdens slechte momenten of crisissen. Volgende week zal ik alweer een 2 uur lange radioaflevering maken op Top Radio Vlaanderen, DAB Plus FM, stream, om jullie op te beuren, een positief gevoel te geven. Ik vind dat mijn taak, dat is mijn missie in deze moeilijke tijden, daarom maak ik radio voor jullie. En onthoud één ding, alles komt goed. Ik geloof dat, maar je moet erin blijven geloven. En ook in moeilijke tijden moet je altijd positief denken. Het kan altijd beter worden. En ik hoop dat jullie die gedachten vasthouden samen met mij. Graag tot de volgende.